Welkom bij GameBytes, ik ben Bastiaan en vandaag spelen we wederom Hearthstone. Maar dat doe ik dit keer niet alleen, want aan de andere kant van het internet zit Erwin Vogelaar. Hallo. En we gaan tegen elkaar spelen, Erwin. Ja. Dit is denk ik de tweede keer dat we dit gaan doen. Je hebt het al een potje eerder gedaan. Ja, een potje eerder gedaan. Toen waren we echt allebei net begonnen. Dus nu ben jij de grote ervaren speler en ik degene die eigenlijk al heel lang deze game niet meer heeft aangeraakt. Nou, zullen we beginnen? Valt reuze mee. We hebben gelijk level ongeveer qua personages die we kiezen. Dus ja, jij hebt een van je vijf hoge levelde characters gepakt en gekeken welke is het laagst. En die is ongeveer mijn level. Dat is waar inderdaad. Ik heb er maar twee. Niet overdrijven, Bas. Oké. Nou, ik speel inderdaad als... Ja, dat zien de mensen op het scherm nu natuurlijk, want die kijken met mij mee. Maar ik kies de priest. En ik heb geen idee wat jij gaat kiezen en daar gaan we achter komen. Nu alvast choose. Anduin versus Garrosh. Victory, Archer. Oh jee. The light shall bring victory. Oh, ik mag eerst. Eens kijken. Maar wel een extra kaart. Oh, die heb jij dan weer niet. Nee, omdat ik eerst mag kiezen. Haha. What to choose? Nou, ik vind het een enge kaart om mee te beginnen. Ja, het verraderlijk is. Ik wil graag aan de kijkers uitleggen wat ik doe. Als ik dat doe, dan verraad ik wat ik ga doen. Ja. Dus leg gewoon heel veel uit. Dan kan ik een beetje horen wat voor kaarten jij hebt en je strategieën. Ja. Dan luister ik niet mee. Jongens, als ik deze kaart speel en Erwin ziet het niet aankomen dat ik dit ga doen, dan... Nee. Ja. Dan mag ik. Ja. Nee, je bent aan de beurt. Ja. Een Foreman. Footman. Footman. Oh ja, Gold Sheriff Footman. En dat is een taunt. En nu, nu heb ik nog niet veel andere kaarten liggen. Maar als Bas mij nu straks wil aanvallen, dan moet hij eerst die kaart aanvallen voordat hij andere kaarten mag aanvallen. Of andere minions, zeg maar. Dat is de idee van de taunt. Ja, we hebben ook een eerdere video van Hearthstone gemaakt, daarin speel ik zeg maar de hele tutorial. En dus dan krijg je eigenlijk direct een beetje een beeld van wat je eigenlijk in hemelsnaam moet doen. Maar ja. Ik heb wel eens, dan speel ik tegen anderen en dan irriteer ik me heel erg aan de sloomheid van die anderen. Maar ik merk ook heel vaak dat ik gewoon vergeet die knop in te drukken. Dat ik al bezig ben met de koffie of zo, dat ik er achterom kijk en van oh shit, ik moet die enknop nog indrukken. Dat is niet heel handig. What now? Ja, je kunt praten, hè? Ja, hier. Zag je dat ook? What now? Dan hebben we wel het weet je wat ik doe? Ik heb als warrior heb ik een speciale kracht. Jij hebt als speciale kracht om 2 health. Oh, dat is handig. Ja, wees bang. En ik heb 2 schildjes. Praktisch hetzelfde, alleen dan zat het er net boven. Dus dit kan heel lang gaan duren. Oh man. En ik geef je even een mapje. Als je het niet erg vindt. End. Dit is echt zo'n baardstreel game. Dat je zo je kin zo... What to do. Oké, ja. Nou, ik weet al wat ik ga doen. Ik doe lekker dit. En dan doe ik dit. En... ga ik dat... Nee, die bewaar ik. Kijk, zien jullie deze kaart? En deze kaart, die kan ik allebei spelen. Maar ik ga wachten op een ander moment. En daar zijn mooie kaarten! Doe! Kijk, en heeft hij zo weer een leven erbij, alsof er niks gebeurd is. Dat is toch wel lachen. Klopt. Ik ben aan het winnen. Geen idee of ik het winnen ben. Ik ben heel erg bang voor die hele grote verzameling en kaarten die er bij jou ligt. Ja, het stelt eigenlijk voor. Moet ik niet zeggen. Ja, het... ik vind het wel een interessant spel dat je soms echt een goed bezig te zijn. Echt even van, nou, dat is, ik vind het bijna zielig voor die ander. Maar dat hij dan, zeg maar, na 3/4 van het potje opeens het omslaat. Dat jij geen kaartje meer heeft. Dat die ander echt ene sterk aan van de andere doet. En dat dan... helemaal omslaat en dat je dan zo ook weer kan verliezen. Dat vind ik wel heel interessant uit het spel. Maakt het elk potje toch wel weer verrassend en spannend.
Ja, moet ik ook wel iets wat kiezen natuurlijk. Doe dat. Ik ben niet zo blij met mijn kaart, dat moet ik niet zeggen natuurlijk. Oh, dat vind ik niet erg. Weet je wat ik doe? Wees gerust. Oh shit, dat stapelt op. Ja. Oh, dat is godzijdank dan. Een dolle. Nou, dan was het er weer. Dat is wel grappig, want ik ben dus een warrior. En een warrior die ken je uit RPG's van. Die heeft sterke armor en... Welke armor? Doe's niet. Had je het over armor? Wat is met je armor? Die heeft doorgaans sterke armor en grote aanvallen. En dat merk je dan ook in dit spel. Dat vind ik leuk. Ja. Vind ik leuk. Ik speel een ring. Dat betekent dat ik één keertje één mana punt extra heb. En dan kan ik een kaart van 5 sterren neerleggen. En dat wordt... de Kudupashi Berserker. Oh nee. Oeh ja. Oh, dat is eigenlijk geen probleem. Oh, en dan kan ik hem ook nog charge geven. En dan gaat TF... Wat doet dat? En dan krijg ik extra aanvalspunten. Elke keer als ik schade opdoe, moet ik natuurlijk niet zeggen, want misschien heb je niet door. Ik kan het gewoon lezen, joh. Hier. Staat hier, whenever this minion takes damage, ja. Gain +3 attack. En dat is handig. Joh. Hm? Maar hij heeft zoveel HP. Yeah. Ja, kun je niks zeggen doen. Ja, ik heb al een paar plannen. Oh. Moet ik ze alleen eerst uitzien te werken. Kijk, waar ik wel graag dat hij blijft leven. Speel ik deze. Hey joh. Yes. Shit. Geef 4. 7 health points, dat is echt veel. Zeker. Oh, vind je dat veel? Ja, ik vind het veel. Dat je denkt van, god, dat is wel veel. Kijk, ik weet. Ik lust even dit. Au. Nou, hou je vast. Oh jee. Do you want damage to all minions? Had ze idee. Oh, dat is niet eerlijk. Destroy a damaged minion. Had ze idee. Weg die 7 health points. Gewoon op. Okay. En bam! Oh, zag je dat? Shit. 30 naar 22. En dan doen we deze ook gewoon voor de grap. Wat is het idee? Oh ja. Doen we deze? Het verschil was niet groot. Hè? Maar zoals ik net zei, het kan zo omslaan. Ik vind het geen leuk spel meer. Oh, wacht. Oh, hallo. Oh boy. Wat zeg je daar? Oh, voor het eerst die vol lach. Er is niks hoor, er is niks aan de hand. Mm-hmm. Carry on. Ik ben bang voor deze kaart hier. Maar dat kun je niet zien. Nee. Deze kaart bedoel je? Ja, die. Ja, die kaart. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar bang voor bent. Mm. Dat is een natuurlijke reactie om hier te hebben hoor. Mm. Wacht maar af. Mm. Oh, wacht maar. You're a scary man. Ik heb geen idee of dit gaat lukken trouwens, maar dat gaan we zien. Als dit gaat zoals ik wil, dan gaat het heel goed. Nou ja. Job's done. Even kijken. Ja, waar ik nog steeds aan twijfel, aan het eind van de beurt zegt hij dus altijd jobs done. Maar volgens mij is het jobs done. En dat dacht, wou ik ook de eerdere podcast wat ik die zou noemen, want ze hadden het telkens over job done. Maar dan zag iedereen, die noemde het job done in plaats van jobs done. Nee, het is wel jobs, dus zeg maar job apostrof ja, s toch. Done. Ja, maar heeft iedereen het fout en heb ik de podcast ook verkeerd genoemd. Ja, dat zou ik heel snel gaan aanpassen. Ja, dat kan niet meer. Oeh, dat is niet zo'n hele boeiende kaart. Jobs done. Wat, heb je nog niet die enge kaart gespeeld, zeker? Ik zeg niks. Bam.
En bam. Ik weet niet eens of ik thuis krijg om mijn kaart te spelen eigenlijk. Dit gaat niet de hele goede kant op. Daar laat ik het even bij. Nee, als ik je nog één keer aanval met mijn Gudabashi Berserker, nou. Oké, okay, even kijken. Ik heb misschien al verloren, maar ik ga mijn kaart wel spelen. Okay. Let op. Ja. Oh. Oh my. Ja, dat dacht ik. Ja, dat is een leuke kaart. Ja, dat is een leuke kaart, hè? Ik ken die. Ik heb daar hele flauwe potjes mee gewonnen. Ja, dat is wel best, ja. Goh. Nou ja, dit is weg ermee. Oh, wel min 12. Maar als je nou een beetje geluk hebt, dan is het alweer klaar, joh. Nou, nog bijna. Nog niet. Arknight Reaper! Oh ja, kijk, zie je? Het is al voorbij. Wel goed gespeeld, Erwin Vogelaar. Dank! Je hebt me vernederd. Maar niet een heel spannend potje. Nee, het was niet een heel spannend potje. Weet je wat, we doen nog een potje. Zullen we Best Out of Three doen? En dan pak ik een ander... Oh, nog eens, je pakt die sterke. Nee, dan kijk ik gewoon bij mijn... Ik wil niet zeggen dat ik beter ben. Maar ik heb even geen andere keuze. Of een stuk beter personage, dat van de 18. Of gewoon eentje van de basic decks, zeg maar. Even kijken, level 1, 18, 5, 1, 8. Ik pak gewoon de enige die ik heb. Dus, level 8 is het volgende optie. En dat is een hunter. Dus dat te zien. Nou, deze ga ik winnen. Ik voel het. Anduin. Ik hoop even op deze avondaten. Maar nu heb ik dus alleen. Dus je hebt dus standaard desk en decks en custom decks. En custom decks kun je elke kaart kiezen. Van die je verzameld hebt in het spel natuurlijk. En in standaard decks alleen die je al verdiend hebt bij het uplevelen. Dus ik heb nog niet eens alle kaarten van de standaard deck. Ik zeg het over desk, dat heb ik net over het bureau. Moet je kloppen. Even kijken, dit vind ik allemaal wel prima, ja. Ik kan niet tegen als ik met je kaart. Dat is het hele idee van het spel. Oh, dit is een fijne kaart. Ik wil hem oplezen voor de kijkers, maar dat is niet verstandig als jij meeluistert. Maar ik kan er nu nog niks mee, maar wacht maar even. Charge! Wow. Het is maar een varken. Ja. Weet je wat? Tweelingbroer mag ook meedoen. Charge! Nou, die ga ik mind controlen straks, ik weet het nu al. Eigenlijk, dit. Are you taunting me? Hebba, Erwin. Ja, sorry hoor. Niet afspraak. Boom. Bam, vark op je kop. Oké. Okay. Oh. Dit is een oké kaart. Het is heel irritant dit. Dat is het enige wat ik even kan doen. Kijk. I will hunt you down. Ja. Ja? Wat? Ja. Ja, ik weet het niet. Ja. Weet je wat? Omdat ik nog niet genoeg everzwijnen heb. Don't mess with Tusker. Oh, gewoon ja, nog eentje. Is een andere. Je had inderdaad wat te weinig everzwijnen. Gelukkig mag je nog niks doen. Een stone task boor. Inderdaad, deze... mochten direct aanvallen, maar omdat zij geen charge hebben, deze twee, ja. Moeten ze nog een beurt nog. Niks. Helemaal niks. Hé. Daar durf ik dan nog een beurt mee te wachten. Nee, ga ik dat doen. Nee, ga ik dat doen? Ja, dat ga ik doen. Weet je zeker? Hoor je? Ja.
Maak een beetje een gokje, maar we gaan zien hoe het afloopt. Spannend. Ja. Even een, de 3 biggetjes op je dak. Hoeveel biggetjes waren dit in sprookje? Ja, toch? Ze zagen er niet uit zoals die van jou. Heb ik begrepen. Nee. Ik denk dat ze dan ook niet heel erg veel te vrezen hadden van een wolf. Maar... nee. Nou, kom op Erwin. Sla de rest even over. Je hoeft niks meer te doen. Ik speel een schildpad. Oh, fuck. Dat ding is veel hard. Ja, maar 2 aanval. Dus dat... Oké, daar heb ik nog niks aan. Kijken. Tadingo! Ik doe het nu toch maar. Dat is jammer. Ja. Tja. Niks aan te doen, hè. Tja. Oh. Tja. Dus. Nou, daar gaat mijn varken. Ik heb er nog 2. Nou, zijn we daar even vanaf? Ik zit te wachten op een kaart. Dat is misschien niet verstandig, maar ik zit... Je wacht op een specifieke kaart? Je gooit die staan. Nou ja, het is meer dat ik hem heel erg nodig heb op dit moment. Niet slimme tactiek. Nee, het is niet de beste strategie. Dino in de strijd. En... alsof je nog niet genoeg te verduren hebt. Pak. Jump staan. Ik ben niet heel goed in deze game. Oké, komt ie? Nee, komt ie niet. Nee, dat is echt een slechte strategie. Wacht op een specifieke kaart. Nee, kan ik niet aanraden. Even kijken, als je me nou raakt. Dan heb je 2, 4, 7, 8, 12 damage. Must consider. Oh ja, jij mag dat wel. Een kaartje, dan mag ik naar de bovenste 3 kaarten van mijn deck kijken en er eentje uitkiezen. Ja, dat is totaal niet iets wat ik nu zou willen of zo, hoor. Voor die ene kaart. Om het andere op te draaien. Niet zo zuur worden, Bas. Nee, ik ben niet zuur. Waar haal je dat vandaan, man? Klinkt toch niet zuur? Oh, wacht. Nee, wacht. Dat wil net nog niet. Nou, misschien met deze. Misschien doet het. Oeh. Ah, dat is... Oh, ja, negeer volledig het monster op het veld. Verdorie. Oeh, dit is een fijne kaars. Ik weet niet of ik, het wordt een beetje spannend. Nu stort je helft. No! Even kijken. My turtle! Ja, je turtle. Remember, kill the loss. Nee. Okay. Ik heb waarschijnlijk verloren, maar... ja. Nou, dat ging heel slecht. Even deurie. Oké, ik wil er nog eentje van jou. Moet ik er nog lager je level? Ik krijg er altijd een heel klein beetje ervaringspunten voor. Ja, pak een level 1 deck of zo. Weet ik veel. Nee, ik wil nog 1 keer proberen. Ik ga vast verliezen. Maar ik vind 3 potjes voor een video vind ik ook wel leuk. Dan hebben mensen, hebben mensen meerdere manieren gezien om mij kapot te maken. Oh, wat ben ik slecht in dit spel. Level 4? Ik heb een level 4. Het maakt me eigenlijk helemaal niet meer uit. Het stomme is, ik heb een paar potjes tegen online mensen gehad. Dat ik voelde me hartstikke slim en hartstikke capabel. Dan kom ik jou tegen... oh, je zat in die
matchmaking pool met die Chase, waar we het in de podcast over hadden. Ja. Wil ik al die kaarten? Hmm. Ja joh. Waarom ook niet? Even kijken, wat ben ik nu? Oh, ik heb nog een... hier. Ik weet niet waar ik ben. Wat ben ik? Oh, een druid. Je bent de Malfurion Stormrage. De grote man met de elandshoorns. Hmm. En je kan... Ja. Ja. Interesting it is. Ja. Oh, shit, het is mijn beurt. Oh shit, ik zat te wachten. Waarom doet die jongen niks? Het is ik. Ik geef niks. Sorry man. Ik heb weer een varken. Bam. Jij met je varken? Sorry. Ik heb wat met varkens. Blijkbaar. Je leert wat op zo'n avond. Oh. Ken je hem nog? Ja, Henk. Ja. Eindelijk op enter drukken. Kijk. Ik zat even te denken. Maar ik denk dat ik weet wat ik mijn volgende beurt ga doen. Als je niet anders... Je wijst hem nu aan? Of de laatste paar keer weet. Nou, ik zit nu met mijn vinger op de end turn knop. Dus dat is op zich niet mijn strategie. Goed, dan doe ik even een extra mana kristal en dan doe ik een tonnetje. Oh jee. Een tonnetje. Je hebt ook een tonnetje, heb ik ook een tonnetje. Oh, en dan geef ik je tonnetje even een klapje. Job's done. Oeh. Oké, de kaart die ik nu heb, is wat ik nodig had om het vorige potje van je te winnen. En dat ga je in de video wel terugzien als je het weer ziet, Erwin. Want dan heb je een muis erover, maar... Heppa. Oké. Eventjes dit. En dan doen we eventjes dit. Oeh. Waar? En ja, ik moet je ding aanvallen. Zou ik ook niet doen. Ja, dat is vervelend. Is dit slim? Dat is niet slim. Nee, dat is niet slim, maar doe het maar wel. Oh nee, wacht, doe het maar niet. Nee, niet doen. Ja, nee. Erwin. Waarom doe je dat? Job's done. Oh ja. Toch wel slim dat ze dat doen. Dan denk je nog na. Dan job's done, dan hoef je niet meer na te denken. Gewoon, hup, op die knop drukken. Ja. Juist. Nee, hou eens op. Ik kom er nooit doorheen. Ja. Hey, gelukkig. Oké. Okay. Het gaat zowaar goed. Jij een ontzettend zwakker deck hebt, wat je nog nooit hebt gebruikt, ben ik opeens aan het winnen. Wie had het gedacht? Ja. Nah. Enter. Ja, oh. Zo. Die kaart bedoelde je. Yep. Ja. Ja, dat soms dat kan en dan denk je, dan heb je heel veel minions en de tegenstander opeens aan elkaar is dan alles weg. Heerlijk als je dat bij de tegenstander kan doen. Heerlijk. Ja. Ja. Daarmee had ik alles van jou, of nagenoeg alles, al die stomme biggetjes, had ik allemaal gewoon van het scherm kunnen vegen. En dan zat ik op te wachten. En tegen de tijd dat ik besefte dat hij niet kwam. Ja, maar dan moet je niet op wachten. Was dat te laat? Nee, dat is duidelijk. Ah, goed. Ja, ik kom er maar niet doorheen, joh.
Oh, kijk, dat is knap. Ja, hè? Nou. Hè? Maar ik heb nog maar 19 leven. Een natural mistake. Nee. Fucking towns. Ja. Job's done. Nee. mag ik hierna mijn sterkste character gebruiken? Oh, goed. Nee, ik vind het, als ik gewonnen heb, vind ik het een goed moment om de video af te sluiten. Eigenlijk, persoonlijk, vind ik dan. Oh ja. Ik kan niet die doen, ik wil ook eens die doen, maar dan moet ik die doen. Prima. Zo moet. Speel ik deze leuke kaart nog? Lucky day. Oh, hallo. Zo overpowered. Nou, wat nou? Oh. Gewoon overpowered. Het spel gehaald. Zelf overpowered. Ja, dat is de afgelopen twee potjes echt wel gebleken, hoor. Ik heb echt een nerf nodig. Ja, dat helpt. Nope. Nope. Deze? Nee. En dan doen we dit. Nou, ik roep even een vriendje op. Oh jee. Komt u maar. Is het een boor? Het is een hondje. Ah, oh, het is geen big. Oh jeetje, dat ding is sterk. Hé, net nu ik mijn Power Death Card heb gespeeld. Was hij zomaar weer weg geweest. Deurie. Maar... Oh, ik heb problemen opgelost. For honor. Nee, andere volgorde. Denk ik. Nou, laten we eens even wat anders proberen. Waarschijnlijk doe ik iets heel doms. Maakt me niet uit. For honor. Doe je even rustig. Ik doe hartstikke rustig. They'll never know what is. Ja, ha. Ah. Oh, doe je nou? Ik schiet een pijl. Oh jee, komt ie. Maar ik moet eerst die taunt aanvallen. Kan ik niet met mijn hero, dus moet het wel met deze. Wat kan ik bereiken dan met deze? Kan ik niet die met die charge? Niet, yeah. Kan ik de Iron Horse Rifleman of de Leper Gnome? Of jou? Doe de Leper. Dus dan doe ik wel de Rifleman. Dat is jammer. Dat is jammer. Okay, hallo. Okay. Oeh, hallo. Hoi. My greeting. Oh, wacht. Oh ja. Ja, daar genoeg voor. Oh, hallo. Maar doet hij dat elke beurt? Hallo. Doe eens even. Zo. There we go. En, nee, niet nodig. Ik heb niks. Ik heb een schild. Dankjewel. Nou. Maar die kaart heb ik nu op liggen, daar ben ik heel blij mee. Oh, ik heb een Lightwell liggen. 310 HP. Hartstikke blij mee. Ik heb alleen verder niet meer zoveel. Dus nou is het wel een beetje een gokje of het nog goed komt. Jij met je Corehounds? Ja.
Maar als ik jou nu een map verkoop. Oh, een man. Map? Een map verkoop. Als je map wil hebben, past ook hoor. Maar krijg je dat, ja, er dat nu weer bij bij de volgende beurt? Ja. You dat bastard! Oh. En nu doe ik dit. En dit. Ja. Ja, die lijkt wel heel fijn. Daarom heb ik hem ook zo belachelijk veel HP gekregen. Had ik hem eerder moeten vernietigen. Inderdaad. Ja, gaat hij zichzelf healen? Pleur toch het eind? Ja, plus 9. En... Nee! Krijgt hij nog avond ook? En dan doe ik ook dit. Ja! Houdt het dan nooit op? Nee! Job's done. Zo. Ja, je durft wel tegen een level 4. Ja! Het maakt me ook niet uit, het levelverschil. Ik ben eindelijk eens een keer tegen je aan het winnen. Dat is genoeg voor mij. Ik bedoel, ja, oké, je geneest weer alles erbij, ja, na een tijd. Het maakt niet uit. Hoor. Alle kaarten raken op, joh. Ik denk dat je dat erbij gaat krijgen. Nou. Zie je? Langzaamste, verboeizaamste potje ooit. Ja! Maar ik ben wel aan het winnen! Ja! Eindelijk! Ja hoor. Heal jezelf me weer. Ja! Nou, spannend! Nou, wie zou ik nou eens aanvallen die direct zijn spul weer terugkrijgt? Keus is keus! Ik had het in totaal wat ga je doen? Aanvals die punten doen, die jij kan er drie hielen. Weet je wat? Stukken ja, komt er allemaal weer bij terug. Oh, weet je wat? Ik doe lekker dit. Oh ja. Doe maar. Ja. Waarom doe je dat met... Nou. Nee. Ja, ik doe verkeerd om, hè. Even niet, maar duurt het alleen maar langer. Maakt niet uit. Ja, nee, precies. Zal ik voor de grap vertellen welke kaart ik heb? De ene kaart is... Maakt het al zo weinig uit? Gain an empty mana crystal. Andere kaart is... Gain two mana crystals. Ik kan ze niet gebruiken. Nou, ik weet wat je gaat doen. Ik kan alleen dit. Dat is tactiek in the making, man. En dat. Nou, je kon ook maar je kon me aanvallen. Nee, dat heeft veel nut. Dan ga ik alleen maar helpen met mij af. Oh. Nou, Erwin. Voor het eerst. Oh. In deze serie. Nou. Heb ik je verslagen. Goed gespeeld, hoor. Voel je je nu goed? Ik voel me zo goed. Maar je bent door het spelen wel inmiddels upgeleveld, neem ik aan, toch? Of, oh. Bijna. Oh. Ik zit nu aan het einde van level 13. Zou ik nog één keer mijn sterkste personage pakken? Doe dat. Gaan we, je mag me nog één keer met je sterkste personage verwoesten. Ja, dat is het kan, hè. Het kan. Is een kans dat je wint. Ik ga niet winnen. Ik ga echt niet die winnen. Die is niet groot. Nee, die is er niet. Maar het gaat om een kans. Hey, Jaina. Ik heb hem gevraagd. Hoor je dat? Het gaat om een kans. Ja. Oeh. Nee, dat zijn interessante kaarten. Hmm. Door dit gevecht ga je sowieso een level omhoog. Dan moet je ook weer. Zo moet je het ook weer zien. Ja. Dus wat er ook gebeurt, ergens heb ik gewonnen. Ja. Bam!
En dan wacht ik vooralsnog even met mijn volgende zet. Ik heb wel een spannende hand. Het is niet echt een hand die ik vaak heb. Is die groen? Yes. Ja. Drie vingers? Heb ik niet vaak. Nou. Zo. Zou je echt zien dat je gaat winnen? Dat is allemaal hilarisch. Het kan, het dat kan. Dat zou fantastisch zijn. Het is heel goed mogelijk. Heel klein, maar het kan. Het is heel klein, maar het is heel goed mogelijk. Het ligt maar net aan welke kaart je kreeg natuurlijk. Exact. Hé, hey, weet je welke kaart ik net krijg? Gezellig. Deze. Goh. Ja. Weet je welke kaart ik net krijg? Of nou... Nou? Zou ik die nu al doen of... Oh jee. Moet ik opeens zo bang worden of hoe zit dat? Zou ik doen? Oh jee. Ik vind het zo'n leuke kaart. Oh jee. Nee. Het is mijn favoriete kaart. Nou, gewoon voor de video. Oh, gut. Voor de video, omdat ik het leuk is. Ik zie ook dat je hand erboven hangen. Nee. Ah. Ah, flauw. Ik vind het zo leuk dat deze tegenstander tegenstander echt een fantastische kaart neergelegd. Echt met de health en attack over het plafond. En dan doe je die kaart en dan... Dan is het een schaapje van één. Dat is dus wat ik heb met mind control. Dat iemand dan echt bezig is om een supersterke kaart op het scherm te krijgen. En dan ja, bezig... dat is... Ah, dat ik wissel het mooi om. Goeie. En nou is hij van mij. Pak je er even mij? Fucking hell. Ja. Ik bedoel, kijk eens welke. Zoek je duisteraars. Ja, dan. Ik pak even mijn. Wat? En dan doe ik nog even deze erbij. Wat? Zo. Dat was een leuke zet. Waarom ben je opeens goed? Daar genoot ik wel van. Ja, ik heb voor dit moment ingehouden. Ja! Oh. Oh, dit is opeens wel spannend. Bloody hell. Hmm. Nou, dan maar even zo. Ja. Oh, dat is gemeen. Dat klopt. Ja. Dat is gemeen. Maar ja. Ik dacht eindelijk even aan te winnen. Doe dat. Ja. En dat ook al. Maar je kan wel in één keer mijn tont wegvegen. Dat tont weer wel. Dat tont weer wel. Dat kan weer wel. Hoe laat is het? Er komen de slechte grapjes. Dat ga ik. Oh ja. Oh nee, oh. Heb je net niet kapot. Ja. Nou ja. Oh, hallo. wacht even voor mij. Dus we kunnen wel gaan spelen. Deze ook. No, attention. Oh. Oh, hallo. Nou, je staat er goed voor, moet ik zeggen. Zien naar mijn kaarten, denk ik niet. Van, het gaat best oké opeens. Oh. Ik heb er net eentje binnen, hoor. Ja, ik kent hem al. Oh jee. Ga je weer een schaap op het veld brengen? Hé, hey, hallo, jou ken ik inderdaad. Oink, oink. Weg ermee. En hem ook. Oh, au. Oh, maar dan doe ik wel mooi dit. Oh, ja, death rattle. Job's done. No. Oh boy. Weet wat ik ga doen? Let op, Erin. Je gaat me haten. Nee. Wat goed. Ja. Ja. Pak aan. Oh, ga je winnen. Wat goed. Oh, ik heb gewoon een bizar goede hand dit potje, hoor. Cool. Dat is het ook gewoon. Ik verlies wel, maar ik vind het heel cool. Dankjewel. Oh man.
Als ik maar zo sportief neem. Samen met mijn deze. Trap staan, nee, daar kan ik niks meer doen, hè. Dan moet ik op die knop drukken. Nee, maar ik vind het heel cool. Yep. Het is ook, weet je wat het ook is? Omdat ik een betere deck heb, een sterke personage, dus ook meer kaarten eigenlijk, betere kaarten. En jij hebt 2 maal een kaart van mij gestolen en dat gebruik je tegen mij. Dat is heel goed, je zwakte tegen mij gebruiken. En mijn sterkte tegen mij, snap je? Dat is... Dat vind ik ook leuk. Dat is cool. Dat je ondanks zijn lage level en weinig kaarten, mijn sterke kaart gewoon tegen mij gebruikt om zo te winnen. En dat gewoon kan. Ja, dat vind ik leuk. Auw. Ja, dat is voor mij de vraag. Gebruik ik mijn... hoe heet het ook weer? De Berserker. Oh, wat doe je? Oh, niks. Oh, nee, dan ga ik mijn vraag ook niet meer op. Laat. Nee, dat gaat nog wel. Ga ik dat? Oh nee, laat. Als ik deze nou hier zo. Dan is altijd de vraag: gebruik ik dan mijn berserker voor jouw ogre? Boldervis ogre, maar dan ben ik hem kwijt. Ik kan hem ook tegen je hero gebruiken. Dan gaat er 8 held vanaf, dat is heel veel. Maar dan staat jouw ogre er nog die mij 6 damage kan doen. Dat zijn de vragen des levens. Mm-hmm. Dus. Ja. Oh, dat is jammer. Sorry. Ja, maar even één prikje doen. Oh, die kan ik niet gebruiken. Oh, spel de prikje. Yep, boy. Kaart, ik heb 1 kaart. Ik heb zo weinig keuzes. Oh, nee, ik hoor niet. Het is niet meer spannend. Oh, Stormwind. Stormwind. Ja, pot. Nee. Oh ja, ik krijg het. Gaat het niet goed? Jawel, oké. Okay. Oh, die is best oké. Okay. Hallo. Oh, hallo. Twee orks. Ork, ork, ork. Soep eet je met een... Nee. Hey joh! Zo. Hey joh! Ja, dat hij je knippert met je ogen, of niet? Kaarten. Ik heb er geen. Nou, hier kan ik het ook doen. Ja, en wat voor kaarten? Pak aan! Ah! Het gaat niet om het level van je personage. Oh man. Maar wat je ermee doet. Ja. En of je stom geluk hebt zoals ik bij dit woordje. Ja, ik heb er toch nog 3 gewonnen. Maar gewoon... Hey, dit wordt straks mijn tweede overwinning. Heb je er al 1 gewonnen? Heb je er 1 gewonnen? Je hebt er nog maar 2 gewonnen toch trouwens? Ik heb er 1 gewonnen. Hiervoor toch? Toch? Nou, spoel even terug. Een volgende potje. We kunnen als je kijkt. Ready for action! Job done. Oh ja! Nou, gefeliciteerd. Zo. Kijk. Heb ik toch van je sterkste gewonnen. Ik was ervan overtuigd dat het anders was. Dat het gewoon het spel zo werkt. Dat het allemaal niet... Ja. Ja, maar dit was stom geluk, Erwin. Ik bedoel, ik had ja, gewoon de best mogelijke kaart op de best mogelijke momenten. Ja, omdat ik ze gewoon puur... Ik probeer je te complimenteren. Ik weet het niet. Ja. Nou, dankjewel, maar ik probeer bescheiden te blijven. En. Nee, ja. Dank je. Dat was leuk, Erwin. Dit was leuk.
En ja, bedankt voor het kijken. Mocht je de video leuk vinden, laat vooral even een duimpje omhoog achter. Laat een reactie achter. Abonneer op ons YouTube-kanaal. Je kunt ook op www.gamebytes.nl terecht voor al onze podcasts en een overzicht van alle video's. De podcast vind je ook op het YouTube-kanaal. Tot de volgende keer. En tot een volgende keer. YouTube.com/GameBytes.nl